de avondsfeer van Dudok. En dat feit dat hij die stoelen erbij ontworpen heeft. En de hele verticale. En het is ook wel een tijdgeest die je hier voelt. Het gekke is, je moet op een of andere manier ook een balans zien te krijgen. Want eigenlijk wil je dat het stilstaat in de tijd en dat er niks verandert. Maar als je wilt dat het gebruikt wordt, dan moet je het ook op bepaalde concessies doen. De tijdgeest verandert soms ook een beetje en de eisen. Hier is niks veranderd. Misschien dat een microfoon gekomen is, maar voor de rest is hier is de tijd stil blijven staan. Maar andere delen die wat intensiever in gebruik zijn, bijvoorbeeld kantoorruimtes of de hal, de balie, dan merk je dat er toch wel ook aanpassingen nodig zijn. En dan moet je dan elke keer weer, ook als monumentenwethouder, weer een soort van nieuwe balans in zien te vinden. Zorgen dat je niet gaat schuiven. Het nieuwste is natuurlijk nu de zonnepanelen op het dak. Je bent ook aan je stand verplicht als je duurzaamheid in je gemeente wil hebben, dat ook het gemeentehuis duurzaam moet zijn. En ik vind ook dat Rijksmonumenten ook duurzaam moeten zijn. Dus nu komen de zonnepanelen op de delen van het raadhuis die je niet 1-2-3 ziet. Ik vind het wel weer een mooie balans die we dan weer gevonden hebben. Want als je ook in mijn kamer bent, je kijkt dwars door de ramen heen. Dus duurzaam is het verder ook niet. Dus je moet wel iets teruggeven.